Maar welkom, welkom. Welkom. We zijn er weer, nieuw jaar, nieuwe mensen. Nieuw huis. Kijk eens. Nieuwe Pim. Lekker bankje, hé. Mooi bankje, mooie tafel. Hebben we goed voor elkaar, jongen? We zitten er en we zitten hier niet voor niks, want ik ben morgen jarig, jongen. En... Maar, voordat we dat gaan doen en een beetje gaan over praten, op zaterdagochtend. Oeh, wat een lekker scoopie. Zo. Het gaat er wel in, hé. We hebben dus een nieuwe maatschap in deze. Dit wordt een probeerschotje, kijken of het wat wordt. Klein zeefje. Maar, dit is dus een gevaarlijk ding, want je kan zomaar te veel pakken van deze. Wil jij ook trouwens een beetje... Ik gooi alles gewoon door elkaar, hoor. Gooi maar erin, hoor. Ja, je hoort maar één keer... Ja, hoe oud word ik eigenlijk? Oh, 25, hè, jongen. Lekker man, op een kwart van je leven. Zo. Een kwartje van je leven, dat zei je al. Ja. Zo, dat gaat hard, hoor. En dan vanavond hebben we een groot feest. Ga je hard op een kwartje? En hoe? Vanavond? Oh, Kenny gaat dit wel even eruit gooien, denk ik. Nee, hey, maar luister. Hebben we wel even een goed feestje hier, zeg maar. Volgens mij vergeet jij trouwens dat wij zitten nog hier, hè. Maar als wij dit nu opdrinken, dan moeten we ook nog daarheen. We moeten wel opschieten, want anders zitten we in die auto. Dan worden we helemaal gek. Ja, dit is... Terwijl gooi je er even 3 scoops in. Ik heb het even sterk gemaakt. Hè? Maar jongens, we zijn weer terug. Back, man. Back. We gaan eventjes ook een nieuw concept opnemen. Daar komt binnenkort wel iets meer over. Waarbij we dus eigenlijk wel meer, ja, serieus trainingsfilms zullen doen. En ik dacht, ik ben 25 en dan moet daar wel wat seriositeit bij komen. Zo, en hij drinkt goed weg, die... Ja, maar ik heb wel het idee dat als ik dit nu opdrink, dan sta ik helemaal aan het tintelen. Ja, we hebben nu echt wel heel veel dingen. Ja, volgens mij zit er echt 3 scoops in of zo. Goedemorgen allemaal trouwens. Limmetje is bij. Het is zaterdagochtend en we zijn fris. We zijn fris, want we hebben vanavond 12 feestjes. Dus ben ik gaan hardlopen in ieder geval. Ik heb verder niet zoveel interessants gedaan. Ton heeft trouwens een nieuwe camera, jongens. Dat zien jullie niet. Dat zie ik wel. Dat is een soort stick en die camera die draait met je mee. En ik zit de hele tijd naar dat ding te kijken. Die draait gewoon mee, hè? Dat is heel leuk, is heel leuk. Maar goed, vandaag lekker armen. Beetje chest. Maar we moeten trouwens dit even goed uitproberen, dus ik neem nog een klein beetje. Het gaat helemaal fout met je. Terwijl het is feest vanavond, maar voordat we überhaupt op het feest komen, ligt het gewoon al plat. Ja, 25 jaar. Dan voel je toch wel even anders. Kijk erbij. En? Hallo dames en heren. 25, dat wordt wel gewoon eventjes heel anders leven weer, want ik voel het wel, hoor. Wordt niet meer... Wordt niet meer wat. Wordt niet meer zoveel feesten, denk ik, dit jaar? Nee. Ja, het top is dat je hier gewoon op het strand hoort. Ja, echt... En het toppe daarvan is dat je gewoon even zo de zee rijdt. Ja, maar... Ik zit niet te kloten of zo, omdat dit groeischot is, hè. Maar ik begin echt wel te tintelen van het speelgoed. Het is ook vroeg, toch? We hebben nog niet zoveel meten. Dan valt die scoop altijd net even wat zwaarder. Want jij hebt hard gelopen, toch? Ja, vannacht. Bim, die moet de zee in. Nee, luister jongens, we gaan die praktijk. Ik ben niet op die dingen, bro. Ik vind dat veel te koud, ouwe. Ja, je gaat wel rennen midden in de nacht. Heel koud. Ja, oké, dat was echt koud. Maar ren je toch gewoon de zee in? Ja, dat is jij voor Geer. Ja. Met Mats. Ja, nee, dat is gewoon prima te doen. Ik ben gek. Ja, maar kijk. Jullie moeten niet vergeten, als Twan die zee inrent en hij komt erna uit, stond hij klaar. Hij moet ook nog terug naar huis lopen. Dat is koud. Nou, dan pak ik gewoon hier de douche. Ja, dat snap ik. Maar dat je hier bent toch, dat is koud, man. Zo, Pia. Hey. Pia. Ja, Pia is mijn vrouwtje, jongen. Dat is mijn wifi. Ik zag het, man. Luister. Tegen draad, hè. Jongens, ik moet even een kleine mededeling doen. Twan had het net over die zee, toch? Maar ja, waar ga jij de zee in de gym? En het staat een beetje grappig. Zei hij, oké. Eigenlijk moet jij de zee in. Ja, laten we er een challenge aan koppelen. Nou, Twan is natuurlijk 25 jaar geworden. Vannacht. Dus als deze video 25 likes haalt binnen 1 dag, dan ga ik de zee in. Met jou. Dat vind ik wel een hele goeie. Met Twan, hè? Houden we. Met Twan. Kopje onder, hè? Kopje onder. Maar dan ga ik ook kopje onder, want ja, mijn kopje onder was echt geen kopje onder. Nee, dat was hier wel kopje onder, hè? Maar ik was er wel in, ik was er wel in. Ga ik kopje onder, hier, kijk daar. Van hier zo? Ja. Doe maar. Gaan we doen. Ik ben benieuwd, maar 50 likes, hè, binnen een dag, 24 uur. Zo. Boom. Anders niet. Ja.
Haha, waarom die tanden, hé? Bijna 5. Zo, we knallen die birthday workout even af. Ben je bicep toch? Ja, 25 jaar, dan moet je natuurlijk wel even helemaal mannetje zijn op je eigen verjaardag. Dus doen we even op deze manier. Pak maar de bicep. Nou, blijf er even lekker mee af. We zagen van de week al een paar slangen, hè? Maar ik zie ze nou ook weer lopen. Zo. Geconcentreerd. Hammer curls, bicep curl achter elkaar. Pump is ready, pump is real. Alles door elkaar. Zo. En dat wij even... Hey, we hebben hier nog even een shake, goed hè? Zeker. Hij is weer terug. Hij is weer terug. Zo. Ik heb hier de scoop is helemaal onderop. Maar kijk even hoe vers deze is. En hoe rood. Dit is gewoon aroma rood. Kijk. Zo. Je merkt ook gewoon niks hiervan, hè, dat er klonten in zitten. Gooi het gewoon even in die beker zo. En dit is de enige gezonde nog van vanavond. Vanavond. Ja, dan doe ik het achteraf. Deze voor jou. Dankjewel bro. En dan Zeg ik cheers en dan sluiten we hem hierbij af. Tot de volgende. Tot de volgende. En de beelden die nu komen, die gaan we nooit laten zien.